Goedendag. Hoi, kom voor de kas. Boeren en tuinders zijn steeds kwetsbaarder voor criminelen. Dat bleek afgelopen week op een bijeenkomst veilig buitengebied in het Brabantse Erp. Omdat steeds meer stallen leeg komen te staan, worden boeren een interessant doelwit voor criminelen. De problematiek van drugs et cetera op het platteland, daar heb ik geen weet van of dat toeneemt. Maar die kwetsbaarheid van boeren en tuinders voor mogelijk criminele netwerken die iets van plan zijn, dat zien we wel. Dat wel echt een risico is dat mogelijk steeds groter wordt. Ja, wat zie je dan? Nou ja, leegstaande stallen, mensen die eigenlijk ook iets anders in hun stal willen bijvoorbeeld en dat de procedures erg lang duren. En dan zie je dat ze eigenlijk kwetsbaar worden voor crimineel aanbod. Voorzitter Gerard van Zutphen van ZLTO-afdeling De Meierij snapt dat boeren soms toestemmen met het aantrekkelijke financiële aanbod van criminelen. Ik zie de financiële prikkel. Uiteindelijk een stoppende ondernemer is vaak geen ondernemer die gestopt is van weelde. Wat hebben we daarmee te maken? Met sloopkosten? Ja goed, sloopkosten zijn kosten. Een gebouw is toch een soort van recht of wisselgeld. Als je dat dan kunt onderhouden met bijvoorbeeld huren door een crimineel. Ja, ik kan me voorstellen dat er ooit aan op is. Maar ja, ik moet het niet adviseren. Maar ik kan me wel ooit voorstellen dat ondernemers daartoe verleid worden. De meldingsgraad in het buitengebied is laag. Juist daarom worden deze bijeenkomsten georganiseerd, zodat verdachte situaties sneller kunnen worden gemeld bij de politie of bij de vertrouwenspersoon van ZLTO. We merken wel dat heel wat ondernemers in het buitengebied zich onveilig voelen. En dan niet alleen bij benadering voor panden, bijvoorbeeld voor drugsproductie, maar bijvoorbeeld ook met inbraak, diefstal. We krijgen echt geregeld meldingen daarvan. Je ziet ook wel dingen in het buitengebied. Vaak is het ook zo, als je dingen ziet gebeuren in het buitengebied die te mooi zijn om waar te zijn, dan is het ook wel eens ooit. Voorbeelden zijn er genoeg. Ik heb sinds kort een buurman uit Rotterdam en die sjouwt met wel heel veel isolatiemateriaal naar binnen. Het is bijvoorbeeld een signaal dat niet op de lijstjes staat, hè, van waar moet ik op letten. Bijvoorbeeld de geur of rolluiken. Maar wat een heel goed signaal is en wat echt wel aangeeft dat er mogelijk iets mis is. Als je een oud pand ziet, een oud bedrijf, en er verschijnt dan in een keer een hele dure beveiligingspoort met camera's en zo, dan denk ik wel van wat zou er achter die poort gebeuren? Dus daar zet ik dan mijn vraagtekens bij.